Ik zit vandaag op de stoel bij the one and only. Hi! Ziet ze? Of ook wel het groene broertje. Hoe is het met je ten eerste? Heel goed. Je gaat lekker, hè? Ik ga heel lekker. Ik heb het heel druk, op goede manier. En eigenlijk ben ik gewoon heel gelukkig. Ik ben echt heel gelukkig. Vertel eens wat jij precies doet. Ik ben begonnen als vegan blogger. 4,5 jaar geleden. Ook echt toen ik vegan werd, dacht ik, het moet online, want de wereld moet zien wat ik zie. En daar heb ik mezelf eigenlijk heel erg in ontwikkeld. En ik doe nu heel veel productreviews. Wat ik eet op een dag, doe ik bijna elke week. Ik mag samenwerken met hele mooie bedrijven. Dus daar ben ik heel blij mee. En daarnaast heb ik een andere kant van mezelf ontdekt. Nou, die ken ik eigenlijk wel, maar die heb ik nu een beetje losgelaten, zeg maar. Dus ik ben reiki gaan geven. Ik geef kaartleggingen, doe ik. Ik geef readings. Ik doe op afstand magnetiseren. Wat doe ik niet? Dat kun je beter. Ja. Mijn god. Maar wat is nu echt, want nou, je noemt er echt een hele riddel op. Wat is hetgeen wat je het mooiste vindt om te doen? Ja, dat is niet één ding. Nee? Nee, dat is echt alles. Ja. Weet je, ik vind productfoto's maken vind ik heel leuk. Voor 2 uur per dag. Mm-hmm. Weet je, als ik dat 40 uur in de week moet doen, word ik diep ongelukkig. Kaartleggingen doen vind ik fantastisch. Als ik mensen mag inspireren, boodschappen mag doorgeven, noem alles maar op. Vind ik fantastisch. Voor 2 uur per dag. Als ik dat 40 uur per dag doe, dan word ik ook qua energie zeg maar helemaal leeg. Reiki geven vind ik heel leuk. Het brengt mezelf ook echt wat, want je bent zeg maar het kanaal. Mm-hmm. Reiki staat voor universele levensenergie. En dat gaat gewoon door me heen. En dat mag ik dan doorgeven. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook heel mooi. Het is wel heel bijzonder om zo mensen te kunnen helpen. Ja. En dat doe je dus echt daadwerkelijk wanneer iemand bij jou is? Ja, je hebt verschillende gradaties, of graden heet het eigenlijk. Ik heb de eerste graad, dus dat is echt fysiek. Dan moet ik echt handopleggingen doen. Dan heb je de tweede graad, dat gaat door tijd en ruimte. Dus dan kun je ook trauma's uit het verleden, zeg maar, helen. En dan heb je nog het Reiki Master, dat is Reiki 3A en 3B. En dan mag je ook zelf mensen inwijden. Mm-hmm. Dus dat is, hoe ver je wil gaan, zeg maar. En ik ga in december ga ik voor Reiki 2. Ik heb het bloed heet, ik doe even mijn haar vast, hoor. Wat leuk voor het begin, man. Ja. Tot hier niet verder. Maar wanneer is bij jou het moment gekomen dat jij de omslag hebt gemaakt naar het plantaardige leven? Dat is 4,5 jaar geleden ongeveer. Mm-hmm. Toen had ik een collega, Saona, het vegan-meisje. En zij vertelde mij dingen over de bio-industrie en over hoe zij at en waarom zij zo at. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk allemaal fucking logisch. Dus waarom eten we niet allemaal zo? Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, vanaf nu ben ik vegan. Zo simpel was het. En zo simpel was het. Go Saona! Want we leven echt in een wereld waarbij de vegans zeg maar de uitzondering zijn. Mm-hmm. En dat het heel makkelijk is om die connectie wil ik het eigenlijk niet noemen. Om die verbinding even uit te zetten. Ja. Weet je, dat je smaak dan toch bepaalt van weet je, ik vind dit lekkerder, dus ik neem dit. Mm-hmm. En ik wil niemand stimuleren om dat te doen. Doe dat alsjeblieft niet. Als je niet die craving hebt, moet je het niet doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je net vegan bent en denkt, oh, ik heb zoveel regels, ik mag zoveel dingen niet meer. Oh, wat mag ik nog wel? Fuck all this shit. Doe wat goed voelt. En als jij 1 keer in de maand zegt, ik wil een pizza met kaas, eet die pizza met kaas. Laat niet de rest liggen omdat je je kaas niet kan laten liggen. En als je alleen maar die perfectie nastreeft, word je daar ten eerste geen leuker mens van. En ten tweede ook echt geen gelukkiger mens. Nee. Je hebt laatst model gestaan voor een bepaald merk. Ik zou het naam niet noemen. Nee. Maar dat was volgens mij best een dingetje voor je. Ja, ja. Ik ben heel erg van de body positivity. Totdat het confronterend wordt. Mm-hmm. Weet je, in mijn hoofd kan ik heel goed tegen mezelf zeggen, hoe ik eruit zie is oké. Hoe ik me voel is oké. Elke rol, elke strié-streep mag er zijn. Maar als je dan halfnaakt voor een camera moet komen te staan, dan is het toch wel pittig hoor. Ik vind gewoon dat ongeacht hoe je eruit ziet, je dat moet omarmen. Mm-hmm. En dat je het verdient om gelukkig te zijn en dat je maat dat niet bepaalt, weet je. Je kan je elke ochtend wegen, maar gaat dat cijfertje op de weegschaal bepalen hoe jij je die dag voelt? Dat is toch bizar? Ongeacht wat je weegschaal zegt, ongeacht wat het labeltje in je kledingstuk zegt, ongeacht wat je omvang is, dat je het gewoon verdient om gelukkig te zijn. En als andere mensen je daarop afwijzen, ja, ik probeer het netjes te houden, maar fuck hun. Ja, en zo is het. Wat heeft het vegan leven jou allemaal gebracht dan? Supermooie dingen, want we hebben het heel vaak over dingen die we moeten laten. Maar wat brengt het je?
Eten. Heel veel eten. Heel veel eten. Heel veel nieuwe dingen die ik niet kende. Ja. Ik heb echt leren koken. Weet je, ik kon heus met een pakje in een zakje, kon ik heus wel wat maken. Maar ik kan nu echt wel koken. Het is een bepaalde creativiteit die in me aangewakkerd is. Omdat je uit je vaste patroon moet stappen. Ja, en het heeft me gewoon heel veel kennis ook gebracht. Maar los van dat soort dingen, het heeft me ook heel veel fijne mensen gebracht. En het is gewoon echt heel leuk. En het is gewoon heel fijn, wat ik ook met jou heb. Dat je mensen in je omgeving hebt die dezelfde filosofie nastreven, zeg maar. En dat is gewoon... Die het snappen, hè? Ja, omdat je sowieso in een wereld leeft waar mensen het niet snappen. Waar, mm-hmm. waar je zeg maar de vreemde eend in de bijt bent. Ik wilde iets zonder dieren noemen, maar ik ben niet zo creatief. En het allermooiste is gewoon echt die connectie en met de dieren. Mm-hmm. Mijn katten zie ik eigenlijk altijd als familie, als mijn kinderen bijna. En die kip die dan op mijn bord belandt, dat maakt er niet uit. Of die koe. Varken had ik bijna niet. Ik had eigenlijk heel veel kip. En dan denk ik, ja, die kippen zijn echt super slim. Ja. Het zijn echt super mooie dieren. Maar omdat ik dan die persoonlijkheid niet ken, of omdat ik er... Dat hij niet in huis woont of de naam niet kent of whatever, maakt dat dan niet uit. Mm-hmm. Nou, dat kon ik mezelf echt niet meer verkopen. En toen heb ik geleerd over het milieu en hoe vervuilend het allemaal is. En over de gezondheid ook. Nou ben ik daar niet echt het toonbeeld van, want ik eet gewoon heel veel lekkere dingen. Maar dat vind ik ook wel steeds belangrijker worden. Jij bent natuurlijk heel erg met energie en dat soort dingen. Hoe is dat dan als jij... Stop maar. Je kan niet gelukkig zijn als je je lichaam voedt met verdriet, angst en woede. Dat is waar, daar weer naartoe, toch? Ja, nee, dan, en ik ben ook benieuwd hoe dat dan is met mensen als ze tegenover jou een stuk vlees zitten te eten. Wat doet dat dan met jou? Omdat jij zo dat gevoel heel erg hebt, ja, heb ik het gevoel. Ja. Vind ik heel moeilijk. Maar ik ben veganist vanuit compassie. Mm-hmm. En ik probeer dus ook compassie te tonen voor de mensen die het niet zien. Nog niet zien zoals ik het zie. Mm-hmm. We hebben geleerd dat wij boven de dieren staan. En wat bullshit is. Iedereen doet het. Ja. Ja. Maar ja, dan denk ik aan bijvoorbeeld slaven. We hebben altijd slaven gehad. Betekent dat dan dat het goed is? Weet je? Nee, natuurlijk ja. niet. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat vlees eten echt het nieuwe roken is. Dat we over 20 jaar zeggen als mensen komen eten. Hè? Eet jij nog vlees? 20 jaar, denk je ja, al? Ja. Oh, ik hoop het. Als je ziet wat er nu echt uit de grond schiet qua vegan restaurants, vegan producten. Weet je, de Jumbo heeft sinds deze week een hele nieuwe lijn. Albert Heijn heeft een hele nieuwe lijn. De Lidl ligt vol. Ja, fantastisch. De Lidl ligt vol, moet ik echt zeggen. Bij de Lidl gekocht. Dus mensen kunnen er niet meer omheen. Nee. Zen. Er gebeuren nu heel veel slechte dingen in de wereld. Zo. Het is echt, maar ik geloof ook echt, en dan kom ik wel een beetje op het spirituele uit, dat het nodig is. Al die pijn, al die ellende, al dat verdriet moet nu echt de wereld uit. Zodat we straks met z'n allen naar een hele liefdevolle wereld kunnen gaan. Ja, geloof ik echt. En ik geloof ook echt dat er, en daar ben ik zelf een van, en vind ik de term vind ik misschien een beetje zweverig altijd. Maar er staan steeds meer lichtwerkers op. Maar jij zegt lichtwerkers gaan opstaan. Wat houdt dat in? We leven nu vooral ook in twee kampen. En dan kun je dat op verschillende manieren kun je dat interpreteren. En omdat het plantaardige praat heet, hou ik het even in het veganisme. Je hebt de ene kant die super holistisch bezig is. En het beste in zichzelf naar boven wil halen. Het beste in de wereld naar boven wil halen. De dieren willen helpen, de mensen willen helpen, de natuur willen helpen. Noem maar eens maar op. En je hebt de tegenbeweging. De duisternis, noem ik het maar even. En dat zijn de mensen die dus besluiten dat alle netse fokkerijen 1,2 miljoen krijgen om te gaan sluiten. Ja. Ik word echt heel verdrietig van. Ja, ja. Ik moet gewoon huilen. Ik vind het echt heel erg. Ja, is het ook. En, ja, erg hè? Ik ben zo jankend altijd. En dat kamp, zeg maar, laat ik het positief houden, dat kamp waar wij naartoe gaan, waar wij in zitten, dus het positieve, het veganistische, het holistische, het spirituele, dat wordt steeds groter. En ik vind het zo kut dat ik altijd moet huilen. Nee, ik vind het mooi dat je het gewoon kan, ja. En dat duistere kamp wordt steeds kleiner en daar is straks gewoon geen ruimte meer voor. En met lichtwerkers bedoel ik mensen die... In dit geval andere mensen helpen om die verbinding weer te maken. En je hoeft niet per se een lichtwerker te zijn omdat je
verbinding maakt met overledenen. Of dat je kaarten legt. Of dat je spiritueel bezig bent. Je kan ook een lichtwerker zijn. Op het gebied van veganisme. Dat je, wat jij denk ik ook heel erg doet. Dat je mensen inspireert om betere keuzes voor zichzelf en voor de wereld te maken. Ik ben een lichtwerker. Geloof ik echt. Bij deze houden we hem erin. Ja, dat geloof ik echt zo. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja, dat vind ik echt mooi. Heb jij nog dingen waar je echt enorm van droomt? Dat je denkt, oh. En het mag ook zakelijk zijn, het mag ook privé zijn, voor de wereld zijn. Nou, laten we bij eten beginnen. De M&M's. De M&M's en kibbeling. Oh ja, kibbeling. Ik mis echt vegan kibbeling. Het is echt de leven. Mijn droom is dat ik zo gelukkig mag blijven als ik nu ben. Oh, ja, dat is wel mijn, ja, dat is mijn doel. Dat hoop ik met je mee. En ik hoop dat ik steeds meer mensen mag inspireren. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel een ding. Ja. En ja, volg me. Nee, grapje. Ik zal het hendeltje hier omleggen. Ja. Nee, ik vind het heel mooi dat je dit doet. Ik geloof ook echt dat het een schot in de roos is om andere mensen op deze manier aan het woord te laten. Ja. Dus dankjewel. Ik voel me vereerd dat je bij mij bent. Oh, ik vind het onwijs leuk om te zijn. Ik vind je echt een mooi mens.